Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 31 augustus. En ik ga eindelijk weer een keer een normale weekvlog beginnen. Ja, dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan gaan we lekker beginnen. Als eerst sorry voor mijn hoofd. Oh, maak mijn bureau vies. Ik heb echt een heel klein beetje mascara op en mijn wenkbrauwen gedaan. Maar ja, ik heb echt heel erg last van mijn huid. Dus ik dacht ik laat het nu nog eventjes... gewoon zoals het is. Ik heb lekker mijn jongspakje aan van Chiquelle. Oh, ik word nu gebeld en dit telefoontje moet ik even opnemen. Oké, ik ben weer terug. Ik werd even gebeld. Ik ga namelijk met Eva binnenkort sporten. Dus misschien ga ik van sportschool veranderen. Omdat ik nu echt nooit ga. In ieder geval, het is vandaag maandag 31 augustus. En ik heb geen vakantie meer. Het is de eerste schoolweek. Ik ben vandaag nog wel vrij, maar ik dacht ik ga nu weer lekker beginnen met vloggen. Want ik kan het altijd als ik naar school ga veel beter bijhouden. Dus ik dacht dat is wel een goed idee. En dit jongenspak moet ik echt nog even een keer laten zien. Het is echt een aanrader. En deze kleur, ik vind het echt geweldig. Zometeen ga ik even met Floor FaceTime, want we moeten vanavond iets inleveren. Vanavond komt ook Love Island online. Echt heel veel zin in. Dus dat ga ik vanavond kijken met Floor en Voske. Ja, en ik ga gewoon weer wat leuke dingen doen en zo. En ik kan het gewoon veel beter volhouden als ik weer naar school ga. Dus als jullie weer naar school gaan, zou ik het ook heel erg leuk vinden dat je laat weten welke opleiding je gaat doen. En ja, ik ga nu even wachten op Floor en dan ga ik beginnen aan school. We hebben de opdracht afgemaakt. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb mijn horloge om. En ik ga sporten. Geen zin in, maar we gaan wel. Ik moet echt weer, als ik weer naar school ga, dan gaat het mij alles beter. Dan ga ik ook weer sporten en helemaal ritme erin. Dus ja, dat ga ik nu doen. Ik heb een aflevering gedownload van Married at First Sight Australia. Grootste aanrader ooit. Heel veel sensatie, echt heel leuk. Dus dat ga ik nu kijken als ik aan het sporten ben. Oké, het is inmiddels maandagavond. Ik heb net gewerkt. En straks komt een nieuwe aflevering van Love Island online. En ik ga samen gezellig met Floor Vos kijken. En we hadden erg zin in een ijsje. Dus ik kom nu net uit werk. Ik rijd nu daar naartoe. En ik ga even langs de Mackie in. Ga ik even McFlurry halen voor ons. Heel veel zin in. En dan gaan we lekker de eerste aflevering kijken met z'n drietjes. Dus heel erg gezellig. Morgen heb ik een toets. Dus die moet ik ook morgen gaan maken. Maar het is wel een open boektoets. Dus dat scheelt. In ieder geval, ja. We gaan nu lekker Mackie halen. En ik heb ook heel erg trek. Want ik heb eigenlijk niet echt avond gegeten. Dus misschien ga ik nog wel iets meer halen. Goedenavond, ook bij Nederlands. Mag ik een bestelling alsjeblieft? Hoi, ik wil graag één McFlurry Snicker met karamelsaus. Sorry, de ijsmachine en de shakemachine ligt eruit. Oh, oké. Okay. Oké. Uiteindelijk waren McFlurry's en de milkshakes op. Dus we hebben Kim Nuggets en we gaan nu lekker Love Island kijken. Maar we kunnen zo meteen ook gelijk stemmen, hè? Nee, maar... met de fam. We kunnen straks ook stemmen, want ik heb die app. Ik kreeg al zo'n melding op onze favoriete eyeliner. En dan krijgen ze morgen een verrassing. Oh ja, dat vind ik leuk. Oké, dus we gaan wel dan samen stemmen. Oké, mooi. Oké, we gaan even de Kim Nuggets. Ik ben helemaal dood van vandaag. Echt mijn benen. Mijn benen! Oké. Eet smakelijk! Ja, dat komt goed. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Gisteravond heb ik de eerste aflevering van Love Island gekeken. Samen met Floor Vos. Het was mega gezellig. We hadden nog lekker eten besteld en allemaal dat soort dingen. Dus dat was echt heel erg chill. Het is nu 10:30. En ik moet zo meteen mijn haar nog even doen. Ik heb net mijn haar gewassen en er niks aan gedaan. Ik heb me omgekleed. Ik heb dit vestje aan, topje van de Zara. En gewoon een flare broek. En ik ga zo meteen mijn nagel laten repareren. Dan heb ik online les. Mijn eerste online les. Dan heb ik een toets. Dus ja, dat. In ieder geval... ik moet volgens mij nog mijn mascara boven mogen halen. Ik heb hele droge ogen aan de bovenkant. Ik... ik heb gisteren een verslag ingeleverd. Dus ik ga zo meteen even mijn planner dat afkruisen. En ja, ik ben benieuwd. Ik moet zo meteen nog wel even leren. Want ik heb dus straks een toets. Alleen het is een open boektoets. En ik vind dat zo vervelend met leren. Omdat ik dan de hele tijd het gevoel heb van... ik ga het straks wel gewoon opzoeken. Weet je wel, zo. Nou ja, in ieder geval. Ik ga nu mijn planner invullen. Mijn haar doen. En dan ga ik mijn nagels laten doen. Ik heb me verder klaargemaakt.
Ik ga nu mijn nagels laten doen. Ik heb zo mega veel spierpijn. Ik kreeg voor gisteren voor het eerst weer echt mijn benen trainen. Nou, ik kan het echt niet meer aan. Zo. Mijn schoenen liggen dus nog in de auto. Dus dat is wel een beetje onhandig. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga nog even snel iets eten en dan ga ik weg. En dan ga ik dit even fixen. Nu niks meer. Hoe kan dat? Is het geen touchscreen dat ik mezelf kan klikken? Jawel, maar dan zie je het alsnog niet. Ik film zo even in de auto. Oké, nou. Volgens mij is het laatste... Uitzicht filmen. Uitzicht. Een mooie lucht. Omgeving. Oké, nou, ik had vandaag dus mijn eerste toets. Ging niet zo best. Of wat ook heel zielig niet was. Niet schijnen. Nee. Alsjeblieft niet. Wordt wel gemakkelijk. Je ziet letterlijk niks. Dat heeft echt geen zin. Ik film zo wel in de auto. Maar gaan we zo wel Love Island kijken? Ja. Oké. Waar gaan we het kijken? Ik ben namelijk weer bij de McDonald's. Oh nee, dit vind ik heel schat. Laat maar. Ik ga het lekker filmen. Oh, ik kom bij mijn auto. Ze herkent mij nog wel gisteren, denk ik. Nou ja, iedereen herkent jou. Nee, ik was hier gisteren ook. Zij is, toen wilde ik ook een ijsje aan. Dus de ijsmachine zei kapot. Dat weet je toch? Zeg ze dan. Zeg, ik doe dan maar 20 keer mijn gut. Oh, dat is ook wel goed. Hoi. Hi. Oh, ik heb ook nog een zo'n bon voor die... Ja. Dankjewel, fijne avond. Fijne avond. Ja, ik ben ook op schoot. Oké, nou, Lies en ik hadden een heel leuk idee. We gaan namelijk... Nee, dit kunnen we niet vertellen op de vlog. Nee? We gaan namelijk Love Island kijken. Dus ik heb net even mijn iPad opgehaald. Ja, ze hebben er zin in. We filmen zo meteen ook. Ik vind het heel awkward als ik dit moet pakken. Oké, nou, we hebben net lekker gelopen. Wat calorieën verbrand die we er nu weer aan gaan eten. Een mooie lamp in ons gezicht. We zijn bij de Mac. En Lisanne heeft de spicy chicken nuggets. Ruikt het heel lekker? Of ruikt het gewoon naar mijn normale? Eeuw, het stinkt. Doe normaal, echt niet. En die gaat ze nu reviewen. Want ja, als ik bij de Mac kom, moet ik altijd... Doe ik het dan zonder of met saus? Met. Zonder saus denk ik echt niet te eten. Lekker? Lekker. Dat is gewoon normaal hoor. Echt? Ja, hij gaat weg. Als plekje. Oprecht. Het is wel iets kruidiger, maar het is niet... Oké, dit moeten we wel even pakken dit nu. Oh, oh nee, ik dacht niet. Dit is echt niet spicy. Oké. Okay. Moet je er 10 van op hebben, maar... Wel lekker. Gaat hij nu echt op zo? Oké. Okay. Is het langs je zit? Of is het omdat het echt zo is? Ja. Hoezo? Hij kon ook gewoon niet langs lopen. Nou. Ja, maar ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik moet een beetje opschieten, ik heb vandaag maar schooldag. Het is nog niet eens 8 uur, maar ik moet zo meteen naar een basisschool toe in Leiden. En dan heb ik daar les. Ik ga zo meteen eerst Voske ophalen, want Voske en ik zitten bij elkaar in de klas. Oh, dus we dachten, dan kunnen we samen reizen. Even snel mijn outfit laten zien. Ik heb een groen shirtje aan, deze blazer, deze tas... Eigenlijk is bijna de hele outfit van Naked. Ik moet eigenlijk nu nog ontbijten, maar ik moet eigenlijk nu weg. Dus ja, ik ga nog even mijn fles vullen. En gisteren ging ik dus samen met Lisanne Love Island kijken. Dat was heel gezellig. En ik heb nu al zin vanavond in de volgende aflevering. In ieder geval, ik ga nu naar Vos toe en dan zien jullie mij zo. Hey vriendin. Zet je daar je lekker in je bokkamer? Wacht. Oh, je moet weer zo. Heb je er zin in? Woo! Onze eerste schooldag. Oh, ik heb hier wel een bananenschil. Ik had nu alweer geen tijd om te ontbijten. Nee, ik ook niet. Nergens. Hoe laat was je wakker? Nou, ik zet mijn wekker altijd 7 uur, maar dan word ik wel wakker om 7:30. Valkenpad, 9 toch? Ja. Of niet? Ja. Je zegt gewoon, je hebt geen idee. Ik ga even kijken. Ja, ik ga wel rijden. Oh. Oh. Heb je gisteren Love Island gekeken? Nee, ik ben het vergeten. Ja, dag. Ik heb gisteren de hele avond Juf Kids gekeken, Janet. Oh ja, we moeten een documentaire kijken vandaag voor onze les. Ik vond het echt super leuk. Nou ja, ik, ja. Hmm. Oké, okay, nou, Vos en ik hebben net school gehad. En het is nu echt nog heel vroeg. Het is 10:15. Die sport ook niet hoor. Jij hebt pas een paar tikken van de molen gehad.
Ik heb eierkoek, wil je erin? Ja! Ik heb echt trek. Ja, ik ook, hoorde je in mijn maag tijdens die les. Ik zat meteen naar jou te wijzen, zo van wat doe je? Ja. Oké. En we hebben net les gehad, dat was heel erg interessant. Ik heb voor het eerst een keer alles meegetypt. Echt wel, maar het geeft me wel motivatie omdat ik het kan typen. Nou, dus we gaan nu echt iets heel leuks doen. Want Vos heeft een nieuwe kamer. Ja. En daar gaan we nu kijken. Ja! Spannend. Heel veel zin in. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, leuk. Ja, leuk. Is het al helemaal af? Nee, nee, nee. Oh. Ik moet ook gewoon nog leuke kussentjes kopen voor op mijn bed en zo. Ja. Dus. Leuk. Oké, maar ik heb hier wel echt een grote plek. Nog een derde moedervlek op mijn gezicht. Oké, dus we gaan nu naar Vosterkamer. Ja. Oké, doei. Oké, ik heb nu dit jasje aan. Maar het is niet echt mij, snap je? Het is wel schattig, maar ja. Dan is het weer net voor het naseizoen, dus nu kan je hem dan aan. Ja. Iedereen had wel zo'n jasje, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ook al is deze anders. Het is wel een kort model. Ja, de achterkant is wel echt heel leuk. Oké, okay. Ik ben weer aan het slagen. Tjus. Nee, grapje. Dat ga ik er echt doen. Doorheen hoor, ik weet niet. Oké, het is inmiddels is het 16:30. Ik ging vandaag dus, ik had eerst school. Mijn eerste echte lesdag was echt prima. Daarna ging ik even naar Vos, naar nieuwe kamer. Toen ben ik gaan lunchen met vriendinnen, ook van de middelbare school. Was ook heel gezellig. En ik heb nu mijn sportoutfit aan. En Eva en ik gaan sporten. En dit is de eerste keer dat ik bij haar sportschool ga sporten. Ik ben heel benieuwd. Ik heb me al helemaal omgekleed en klaargemaakt. En we gaan samen een les doen. Ik ben heel erg benieuwd wat ik er van ga vinden. Want ik moet weer echt motivatie krijgen. Dus dat. Lekker beeld zo. Ik moet echt weer motivatie krijgen. Ik heb net ook vlogs geëdit en dat eigenlijk. Ik ga in ieder geval nu sporten en dan laat ik straks weten wat ik ervan vind. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Love my hair. Ik ging gisteren natuurlijk sporten met Eva. Was echt super gezellig. En ik heb echt mega veel spierpijn. Ik vond dat heel erg leuk. Dus leuk. Leuk bedoel ik. Dus dat ga ik zeker vaker doen. Ik heb hem net opgemaakt. Ik heb nog even mijn chillpak aan. Ik ga hem zo omkleden. Ik zou vanochtend om 8:30 les hebben en een kwartier van tevoren kwam ik erachter dat het niet doorging voor mij. Dus dat was echt heel stom en slecht geregeld. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb zometeen mijn eerste studiebegeleiding van mijn nieuwe mentor, maar die ken ik al. En daar ga ik straks naartoe. Ik heb me even omgekleed. Ik zou eigenlijk even gaan skileren alleen. En ik heb spierpijn en het is echt mega slecht weer, dus dat gaan we maar niet doen. Ik heb net even een outfitje bij elkaar gelegd en ik heb vanochtend mijn laatste vakantievideo bewerkt. En dat is echt een chaotische vlog ooit. Maar nu gaat het eigenlijk best wel goed met vloggen. Dus ik wil gewoon weer elke week gewoon echt goed vloggen en dan dinsdag online zetten. En I love dit pak van Chiquelle. Ik vind het echt heel chill. Ik ga even me omkleden en laat ik even jullie mijn outfit zien. En ik ga zo meteen naar Voske en Floor. Dan gaan we nog even chillen. Gisteren toen ik in de stad was, had ik een aantal dingetjes gekocht. En ik had ook een nieuw ringetje gekocht. Zo eentje, zo'n zilveren. Van die ringetjes. Ik vind dat wel heel erg leuk staan. En deze was €20 en hij is van de Sting. Dus die ga ik zo... Ja, ik ga even een outfitje dan met deze maken, denk ik. Tenzij... Het is wel echt slecht weer. Nou ja, maar niet. Ik ga dat even aandoen. Oké, dit is het nieuwe riempje. Bij deze outfit vind ik het niet zo leuk staan. Dus ik ga zo even een andere riem eromheen doen. Ook omdat die knoop goud is en zo. Maar heel erg blij mee. Maar ik ga hem even om een andere outfit proberen. Want dit vind ik een beetje gek of zo. Ja. Maar dan weten jullie even hoe hij eruit ziet. Je vindt hem leuker dan je had verwacht. Dan moet je het ook heel gelijk altijd heel kaal als ik me. We zijn in de Kostes. Wat vinden jullie van deze jas? Laat het even achter. Sorry, ik bedoel, volgens jij gaat ook een stuk om die nieuwe vlog. Dat jij zo lekker gaat jammen in de auto. Heb je hem al geëdit? Ja, hij komt straks online 4 uur. Straks. Echt.
Oh, kut, tijdens de les kan ik hem niet meteen kijken. 40 minuten lang. Gelijk WC, denk ik, 40 minuten. Lekker zin. Ja, lekker op zijn Amsterdamse. Oké, nou meiden, de verwachtingen. Oké, ik verwacht... Planning. Elke les... Lieke, we beginnen met een... Hallo, ik schrijf. Ik heb de hoofdrol. Filmt hij nu? Filmt hij? Nee, hij filmt niet. Wat? Hij filmt wel, hij loopt toch? Oh, hi! Doe dat erin. Ja, hier zo. Oké. Planning? Planning? Ja, gewoon op de hoogte dat we even bespreken van kijk dan, het is toch niet mooi? Ik schrijf vaak gewoon bij hoor. Ik ben niet achter. Planning, van wat? Ik wil graag niet doen hè? Kan dit? Echt kinderachtig zijn wij. What the fuck? Oké, dan heb je de nieuwe vlog nog niet gezien voor vandaag. Laat het kort hier. Oké, maar ik heb niet zo veel gedaan. Kom niet meer. Ik wil graag werken aan. Oké, verwachtingen in ieder geval. Ja. Oh ja. Echt? Ik heb altijd commentaar. Ja, planning. Het is vandaag vrijdag. Het is heel vroeg, maar ik ga nu naar de kapper. Maar ik ga ook haar naar iets laten zetten. Dus ja, jullie zien mij zo meteen, want anders kom ik te laat. En ik heb net gehoord dat mijn lessen van morgen ook niet doorgaan. Van vandaag niet doorgaan. Dat is een beetje stom. Dus ik heb alleen de kapper. En dat heb ik expres heel vroeg gedaan. Maar maakt niet uit. Oké, het is vrijdagavond en ik heb helemaal niks meer gefilmd. Vanochtend had ik wel gefilmd dat ik naar de kapper ging. En ik zal het jullie even laten zien. Er is wel een stukje van af, dus ik heb gelukkig geen dode puntjes meer. En ik heb het dus net even gekruld. Nog een beetje uitzakken. Maar ik heb dus ook highlights gezet. Heel, heel licht. Want ik vind dat dus niet mooi als je van die strepen hebt. Dus ik ben er echt heel blij mee. Misschien dat je het van de bovenkant een beetje ziet. Maar ze doet altijd heel subtiel. Doet ze gewoon een beetje met de kam. Dus dat vind ik heel erg mooi. En ik heb nu een outfitje aan, want ik ga zo meteen met Denise naar Den Haag. En dan gaan we daar lekker eten. En eerst nog even shoppen. Heb ik nog niet genoeg gedaan. Ik heb dus voor het eerst weer mijn leren broek aan. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik moet eigenlijk echt een jasje overheen doen. En dit topje vind ik ook heel leuk. En echt helemaal van het lila. Dit is dus mijn leren broek en ik doe zo meteen dan... met Dr. Marts denk ik eronder. Even mijn sieraden omdoen en dan ga ik naar Den Haag. En op het station, daar komt Denise naartoe. En dan gaan we eerst nog even winkels kijken. En dan gaan we daarna lekker uit eten. Dus heel veel zin in. Ik lijk een beetje alsof ik heb gedronken. Nee? Oké. Oké, ik ben met Denise. We zijn net uit eten geweest. Ik heb ook nog wat dingen gekocht. Zal ik zo meteen laten zien. Ik heb het uit eten niet gefilmd, maar... we wilden een toetje bij de Mac. En ze hebben nieuwe bakjes van de McFlurry. Zo. Oh, deze. Die kan je zo dubbel vouwen. Waarom mag je met je hond de Mac in? Mag je niet. Dus we hebben nu even een lekker McFlurry. En we gaan zo meteen naar mijn huis. En dan gaan we Love Island kijken. Vijfde aflevering. Oh, ik zit nu wel na te denken. Is de vijfde aflevering niet zo'n... zo'n tussenaflevering? Of is dat de zevende altijd? Je hebt ook altijd zo'n soort samenvatting aflevering. Die is heel irritant. Ik denk het niet hoor. Oké, ik film lekker dichtbij. Denise en ik zijn weer terug. Oh, wat zie ik eruit. We gaan nu namelijk lekker Love Island kijken. Heel veel zin in. En we gaan ook even nog lekker wat drinken. Ik heb ook twee hele leuke dingetjes gekocht. Die laat ik morgen eventjes zien, want het is nu een beetje donker. En... ja, voor de rest gaan we gewoon een beetje drinken. Ik heb mijn Jonkies pakje weer aan. Ik heb deze echt veel aangehad de laatste dagen, maar hij zit gewoon heel erg lekker. Zin in. Ik ben echt blij met mijn haar. Ook al vind ik me, ja... like it. Het is vandaag zaterdag. Ik doe even mijn deur dicht. Zo. Mijn krullen zien er echt niet meer uit. Ze zijn helemaal lelijk geworden, want ik heb vannacht gewoon het zo laten zitten.
Misschien valt het op, maar misschien ook niet. Maar mijn ogen zijn een beetje rood en dik. Ik heb soms een allergische reactie waar ik dan niks aan kan doen. En dat is dus toevallig vandaag. Dus misschien zie je dat een beetje. Ik heb geprobeerd een beetje gewoon mascara en zo op te doen. Maar het valt dan nog steeds wel een beetje op. In ieder geval, het moet straks werken. Maar 2 uurtjes, dus dat valt echt heel erg mee. Maar ik had natuurlijk beloofd dat ik nog even zou laten zien wat ik gisteren had gekocht. Gisteren had ik dus met Dan Love Island gekeken. En daarvoor waren we nog even naar de stad geweest. En we gingen lekker uit eten. Was heel erg gezellig en heel erg lekker. En daarvoor gingen we nog even naar de stad, want de winkels waren tot 8 uur open. En toen heb ik dus een paar dingetjes gekocht. Zo. 2 dingen maar hoor. En nog bij de Kruidvat, maar qua kleding. Ik heb namelijk bij de Stradivarius deze gehaald. En hij is... Sorry, ik moet echt even mijn geluid uitzetten. Deze gehaald. Dit cardigan vestje. In een beetje, ja, een nude kleurtje. Heel erg leuk. Hij zit heel erg lekker. Ik heb hem in een maatje S en hij was 20 euro. En ik dacht, dit is wel iets wat ik nog niet heb. Ik zal hem even laten zien. Ik hoop ook dat jullie deze weekvlog leuk vinden. Want het is weer de eerste normale weekvlog. Nou, zo ziet het eruit. Heel schattig. Heel erg leuk. En dit heb ik totaal nog niet. Dus deze. Ik had bij de Zara ook nog zo'n basic topje gekocht. In het zwart. Die je zo aan de zijkant zo omhoog kan doen. Ik heb dit ook al voor in het midden en zo. Maar ik vond deze ook wel leuk aan de zijkanten. De witte scheen een beetje door, dus toen dacht ik, ik neem deze wel. Ik had ook nog een pakketje ontvangen. Met wat sieraden. Deze ketting zit erin. En dit is van Schorpioen, van mijn sterrenbeeld. Ik vind hem echt heel erg leuk. Heel erg mooi ook. Kijk, deze is ook van mijn sterrenbeeld. Maar ik wilde gewoon even wat verschillende dingetjes bestellen. Zodat ik kon kijken wat ik het mooiste vond. Deze, die vind ik ook heel erg mooi. Ik heb namelijk hier de J. En dan heb ik ook nog de S van mijn achternaam. En ik dacht, dat is wel leuk om die bij elkaar om te doen. Dus ik ga nu even kijken wat mooi staat. En dan ga ik even dit veranderen. Want ik heb deze echt wel heel erg lang om. En deze is van de Bijenkorf. Die heb ik ooit van mijn vader gekregen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Laatste dag van de weekvlog. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom ik een zonnebril op heb. Maar... ik heb zoveel last van mijn ogen. Ik kan er echt niks aan doen. Mijn hele huid doet gewoon pijn. En ik heb geen zin meer over te klagen. En ik wil het ook niet terugzien. Dus ik dacht, ik doe lekker zonnebril op. Ik ga namelijk nu met mijn vader even lekker lunchen. Toen dacht ik, ja, ik kan gewoon een zonnebril op doen. Waarom zou ik het niet doen? Ik ben heel erg blij met mijn nieuwe kettingtje. Heel erg mooi. En mijn nieuwe vestje heb ik aan. Dus ik ben helemaal happy. Ik moet even mijn... Oh, waar is dat gebleven? Ik heb altijd zo'n, echt zo'n precies zo'n ding waar ik altijd mijn camera op zet. Dus ik pak mijn tasje en dan ga ik er vandoor. Ja. Straks was die ander toen weer kapot gegaan of zo. Was ik niet blij geweest. Oké, het is inmiddels zondagavond. Mijn ogen zijn wel beter. Ik heb er nu maar gewoon een beetje mascara op gedaan. En ik ga zo meteen naar Floor toe en dan komt Vos er ook heen. En ik heb net de vlog ook geëdit en hij is al mega lang geworden. Dus ik dacht, ik hoef eigenlijk ook niks meer te filmen. Dat is natuurlijk wel leuk, maar dan heb ik ook gewoon even een avondje niks. Dus dan ga ik morgen weer een nieuwe weekvlog beginnen. Ik hoop dat jullie in ieder geval de vlog van deze week heel erg leuk vonden. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan. De vlog is ook best wel lang geworden voor 1 week. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doeg!